Goedenavond, Veronique. We staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Mag ik vragen om jouzelf even kort voor te stellen aan ons? Ja, ik ben dus Veronique. Ik ben 28 jaar. Ik ben afkomstig van Capelle. Ik ben afgestudeerd als visagiste voornamelijk en wimperstyliste en wenkbrauwstyliste. Ik heb ook nog hairstyling bijgestudeerd en ik wil eigenlijk blijven bijleren daarin. En ik ben sinds oktober ook zelfstandige in bijberoep. En wat doe je in bijberoep? Waar ben je vooral mee bezig met allemaal of heb je een voorkeur? Of? Ik ben vooral bezig met make-up, ook grimmen bij kinderen en de wimpers en de wenkbrauwen. Ja. En wat doe je nog in hoofdberoep? Ik werk in een gemeentehuis in Kalmthout, dat is iets helemaal anders. En dan ben ik ook nog zelfstandig in een frituur. Amai, druk leven en dan nog een misverkiezing erbij. En wat is jouw grote doel, waarom doe je mee? Echt voornamelijk omdat ik heel veel wil bijleren, al de workshops, de kansen die je krijgt daarin. En mijn netwerk uitbreiden, zo ook voor mijn eigen zaak een beetje naam te creëren en ja. Vooral de ervaring ook. Ja. En hoe noemt jouw eigen zaak? Looks and Lashes. En dat is gelegen in? Capellen. Oké, super. Veel succes daarmee en ook met de misverkiezing. Dankjewel.